De werkzaamheden aan de Kruisstraat in Os liggen nog steeds stil. Een week na het faillissement van de uitvoerder, Nooien Weg en Waterbouw, is ook nog niet duidelijk wanneer het werk wordt hervat en wie dat gaat uitvoeren. De gemeente laat weten dat de curator van het failliete bedrijf voorkomende donderdag uitsluitsel moet geven over de verdere procedure. De mogelijkheid bestaat dat Nooien het werk alsnog gaat afmaken, als de curator dat de beste oplossing vindt. Een woordvoerder van de gemeente kon niet zeggen of er al een ander bedrijf klaar staat om de klus over te nemen als Nooien het niet meer zelf doet.